Zijn er ook mensen van de ZLTO hier ook aanwezig? Bijzonder wordt welkom. Het is vanmiddag ook welkom. En wat is de bedoeling van onze tentoonstelling? Wij wilden eigenlijk het leven van de boeren toen eigenlijk eens goed en duidelijk laten zien. We hebben dat al eens gedaan vorig jaar in het gemeentehuis, waar we altijd de laatste 2 weken een expositie hebben. Gaan we ook een foto doen, tentoonstelling. Maar deze is veel uitgebreider en u zult straks zien als u daar geweest bent dat hij helemaal vernieuwd is ook. Er zijn nieuwe borden, er zijn onder andere foto's van oude boerderijen, van schilderijen. Kortom, het boerenleven van toen laten we helemaal zien. Niet alleen met foto's, maar we hebben ook een uitgebreide film laten we zien. Gemaakt is door Rinus Kuipers, Rinus die alweer druk aan het filmen is. Die laten we zien en op het grote scherm, achter in de zaal, wat u straks zult zien, hebben we een montage van films die door het ZLTO gemaakt zijn. En die laten we dan ook graag zien met geluid. Dat is op een groot scherm en onze eigen film is op een klein scherm. Oude landbouwmaterialen, daar zijn we geweest. Hebben we een klein beetje hard gehaald om de buurt wat op te fleuren. En we zijn Piet dan ook erg dankbaar om de beurs om de expositie nog aantrekkelijker te maken. De opening gebeurt niet dit keer door onszelf, maar we hebben iemand van de ZLTO uitgenodigd. Ik moet overigens bij vertellen dat we ook de afdeling genealogie niet mogen vergeten, die hier ook in de weekends aanwezig is, zaterdag en zondag, om uitgebreid te vertellen over wat allemaal mogelijk is in het stamboomonderzoek. En we hebben een paar boeken van families voor u klaar liggen vanmiddag om eens te kijken hoe ver we terug kunnen gaan in de boerenfamilies. Familie Luister ligt er onder andere. En de man die straks het openingswoord gaat doen, die heeft zichzelf ontdekt in dat boek van de week. Vrijdag gaan we eens een gesprekje samen. En toen zei ik, ja, dat is wel leuk dat daar ligt, maar wat weet ik eigenlijk van vroeger? Mijn herinnering, dat kan niet bellen. Toen ik dan, kan ik zeggen, 1960, 65, daar is mijn ding begonnen. Naar de veranderingen, in die tijd waren het veel kleine gemeentebedrijven. En dus gaandeweg is dat veranderd naar gespecialiseerde bedrijven. En die dan, ik noem het maar, relatief groot zijn. Als we vandaag de dag kijken, dan zien we dat er veel minder boerderijen zijn. Veel minder boeren en tuinders en de minder bedrijven die zijn wel groter. Dat is gewoon een teken van de tijd en eigenlijk ook volgens mij niet te stoppen. Vandaag de dag zien we een toenemende mechanisatie, meer elektronica, ik zal er straks nog meer van vertellen. En wat we ook zien is dat de agrarische sector verschuift van zeg maar gangbaar, het traditionele, naar het meer biologische. Waarbij we in de gangbare agrarische bezigheden eigenlijk ook biologische stukken terugzien. En dat is alleen maar een goede zaak. Wat we ook zien vandaag de dag is wat we noemen verbreding van de landbouw. Daar komen allerlei nevenactiviteiten bij. Daar komt zorgboerderij bij, daar komt bed en breakfast bij, daar komt kleinere teelt erbij, huisverkoop van stagelijk wat. IJsmakerij, kaasmakerij, noem het maar op. Het komt allemaal naar voren in de laatste tijd. Voor welzijn voor mens en dieren. Melkrobots zien we vandaag de dag. We zien warmteterugwinning uit de melk. We zien verbetering in de voederwinning, meer voedingswaarde, hogere productie. We zien gaswinning uit de mest. En dat is ook in de varkenshouderij is dat aan de orde. Kortom, dat zijn allemaal veranderingen ten opzichte van vroeger. Ik kan dat zeker aanraden, ook dit seizoen in de zomervakantie gaan we dus weer van start. Op de website van de boer kun je van alles daarover zien. Er is eigenlijk meer aandacht voor wat we noemen stadslandbouw. En dat is eigenlijk terug naar vroeger, het moestuintje. Zelfs de groente telen. En nou zijn de tuintjes tegenwoordig niet meer zo groot. Maar er zijn ook projecten in het land die toch het mogelijk maken om op 1000, 1500, 2000 meter een huis weg te zetten en die eigenlijk vervolgens zelfvoorzienend zijn. Dat gebeurt. Maar als dat gebeurt en als iedere Nederlander
op die 1500 meter zal gaan wonen, dan geeft er nog allemaal ruimtebeslag. Dank jullie wel. Organiseren we nou deze tentoonstelling om jullie ook kennis te laten maken met moderne land- en tuinbouw. Ik wou nog een woord van dank uitbrengen aan de vrijwilligers van het Speelgoedmuseum. Die staan altijd voor ons klaar. Voor die kunnen kennen. We hebben onze lezing in deze zaal. En altijd zijn die mensen bereid om s'avonds ons te helpen met het koffiezetten, met stoelen op te ruimen. En ik zou graag een applausje komen. Gezamenlijk iets opgezet hebben, vind ik dat we dat ook gezamenlijk moeten vieren. En vandaar dat we voor u een glaasje prosecco hebben geschonken. En daarmee, dat gaan we eerst doen voordat we beginnen aan het eigenlijke gebeuren van de opening. En de opening gebeurt niet door Gerard en niet door de heenkunde, ja. Maar daar hebben we een stukje zout uit die ZLTO voorgevonden, een jonge man. En die gaat de expositie straks opmaken. Nu nog niet. We gaan eerst een glaasje drinken. Zo, als dat goed is, dan heeft u bijna allemaal een glaasje in de hand. U weet het, de expositie is van vandaag, de 17e mei, tot en met 25 juni. En wat let u om nog een paar keer weer bij ons langs te komen. En dan wil ik nu graag een toast uitbrengen op onze beide organisatie. Proost! En hier donkere ruimte in. Jammer genoeg moet ik een klein beetje teleurstellen, is dat dat we geen sleutel hebben en dat de licht is uitgevallen. We hebben geen licht in de expositieruimte. Maar dan is wat aan te doen. Als jij die deur open doet, gaat ongetwijfeld het licht aan. Doe die deur maar eens open. Begint bij jou een lampje te komen? Kijk. En hierbij is de expositie. Ja, scheur. Ja.